Bert Zeltenpool, ik ben 26 jaar, kom uit Wervershoof, een stukje rijden vanaf Noordwijkerhout. Ik heb hiervoor gespeeld bij Spakenburg, bij Quick Boys en FC Volendam. En eigenlijk al jarenlang een goed beeld van VVSB. Al meerdere keren contact gehad en nou ben ik hier eindelijk en ik heb het eigenlijk naar mijn zin. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk in een familiebedrijf, een transport- en logistiekbedrijf. En ik werk dan in Middenmeer of Westzaan. Middenmeer ligt bij de Verzoof. Ja. En voornamelijk doe ik daar de projecten. Kijk. We hebben een aantal dilemma's leggen we hiervoor. En die moet je een keuze in maken. En graag maar een korte toelichting. Speel je liever op kunstgras of natuurgras? Inmiddels kunstgras. Want? In al die jaren eigenlijk. Ik kwam van natuurgras af. En toen bij Volendam met het kunstgras. En eigenlijk bij Spakenburg daarna kunstgras. Quick Boys trainen we op kunstgras. Dus je bent dat gewoon gewend. En als je dan op normaal veld voetbal is dat toch wat zwaarder. Ja. Daar moet je ook gewoon aan wennen. En nu ben ik gewend aan kunstgras. Zeker in de wintertijd wordt het zwaar. Ja, inderdaad. Dat herkennen wij nog wel hier. Voor alles nat wordt, ja. Juist. Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Waarom? Het ziet er allemaal wat natuurlijker uit. En dat vind ik mooi om te zien. Het gaat puur om het kijken. Ja. Word je liever kampioen in de derde divisie met VWSB? Of eindig je liever in de halve finale van de KNVB-beker? Halve finale KNVB-beker. En dat omdat ik de laatste keer dat ik verder kwam in de KNVB-beker werd er de kwartfinale. Dus nu maar de halve finale. Ja, weer een stapje verder. Ja. Ja, toch? Liever drie hele lelijke doelpunten maken of één wereldgoal? Drie hele lelijke. Meer voor het team? Ja, dat zeker. Ja. Gewoon, ik ben hier ook gekomen om doelpunten te maken. En dan moeten we dat ook doen. Hè. Ja. Welke voetballer zou je ooit in het echt willen ontmoeten? Wat een vraag. Lionel Messi dan maar. Ja, toch? Oké. Okay. Waarom heb je voor VWSB gekozen? Nou ja, ik heb al sinds ik bij Volendam speelde al goed contact gehad met Theo. En eigenlijk is dat contact door de jaren heen altijd warm gebleven. En eigenlijk elke transferperiode kreeg ik al een berichtje van hem. Of ik al beschikbaar was. Ja. En uiteindelijk de laatste keer was het moment daar. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. En hoe zijn je eerste maanden bevallen? Ja, erg goed. Erg goed. Ja, het is vooral een heel warme vereniging, leuke mensen. Ik speelde alles, dat is altijd belangrijk. Dat helpt wel. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren heb ik heel veel leuke mensen ontmoet. Heel erg naar mijn zin gehad in die zin. Alleen op sportief vlak was het minder. Ik speelde te weinig. Ja. En dat hoop ik hier toch om te draaien. En wat vind je van het niveau van de derde divisie? Nou, ik heb er al een paar jaar in gespeeld. Met Spakenburg, Jong Volendam nog een aantal wedstrijdjes. Quick Boys, twee keer kampioen, of twee keer gepromoveerd uit de divisie. Dus het niveau ken ik en weet je wat we kunnen verwachten. En ik denk dat we wel een rol van betekenis kunnen gaan spelen dit jaar. Kijk. Wanneer is persoonlijk jouw seizoen geslaagd? Wanneer ik een seizoen alles heb gespeeld en niet geblesseerd geraakt ben en veel goals heb gemaakt. Kijk, nou, dan gaan we daarvoor. Ja, dankjewel. Zeker weten.